Wie op zondagochtend 7 augustus door het centrum van Liemde fietste of wandelde, kon getuige zijn van een unieke gebeurtenis. Tussen de botsauto's op het kermisterrein vond namelijk voor de eerste keer de heilige mis plaats. Van een tafel uit het café werd met grote zorgvuldigheid een altaar opgebouwd. Geluidsapparatuur werd geregeld en de botsauto's, die deden dienst als kerkbank. Mogen er ook volwassenen in de autootjes? Voor mij wel hoor, zeker als er ruimte is. Ja. En dan de communie gaan met botsautootjes. Nee, daar had ik het al over gehad. We gaan het veilig houden. Ja. Ook voor de priester. Ja, precies. Wat is uw taak vandaag? Nou, ik wou gewoon een keer naar deze mis gaan. Maar de pastoor vroeg, of de kapelaan vroeg, of ik even water wou halen voor hem. Gewoon dus, water of heilig water? Nee, gewoon water. Aha. Dat doet hij dan bij de wijn. Oh, hij doet echt water bij de wijn? Ja, hij doet echt water bij de wijn. Oké. Okay. Ja. Wat verwacht u ervan hier? Druk. Ja? Heel druk. Heeft u al reacties gehoord van mensen die willen komen? Ja, veel. Wel bijzonder, hè? Ja. En gaat u nou in een botsautootje zitten of gewoon op een stoel? Op een stoel. Is dit het effect wat je wil hebben? Oh, zo wat voor orthodoxe is met zo'n lieve stoel. Hé, daar redden wij samen. Wie is er op dit idee gekomen eigenlijk? Hem. Zijn schuld. Hem. Grijpt dat u op het prachtige idee bent gekomen om hier een mis te houden? Nou, is niet helemaal eerlijk. Ik heb het ergens anders ook al gezien hoor, want het gebeurt in meer dorpen. Ja. Dus, wat was jouw idee? En wat, ja, om het hier te doen inderdaad. Ik heb de kapelaan benaderd en gezegd van, goh, zou dat leuk zijn? En hij zegt hartstikke leuk, dus gaan we proberen. Dus, nou, daar staan we. En wat zijn de verwachtingen? Ik heb helemaal geen verwachtingen. 330, ik heb geen idee. Zijn er al reacties gekomen op dit initiatief? Ik heb links en rechts wel gehoord mensen die zeggen van, oh leuk, ik kom er toch wel even deze kant op. Maar ik weet het niet, ik weet het echt niet. We gaan het zien. Nou, het weer is in ieder geval goed, hè? Het weer zit niet tegen, dus dat gaat helemaal goed komen. En we hebben het netjes aangekleed, dus we gaan kijken. Hebben jullie zo ooit al eerder een mis bijgewoond? Nee. Wat vind je ervan? Je zit nu wel lekker in een boksauto, hè? Ga je daar als het echte kermis open is ook in? De botsauto? Misschien. Ah. Nou, veel plezier, hè? Een goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen, van harte welkom bij onze eerste kermismis in Liemde. U hoort al aan het woord, vroeger als er een mis was, was het feest en dus ook kermis. Dat gaan we ook samen vandaag vieren. En we zullen vandaag ook speciaal met onze lieve moeder Maria op weg gaan. Wat zegt hij? Moet je niet naar de mis? Nee, ik heb daar toch een feestje, dus ik kan er helaas niet bij zijn. Oh, wat vind je van het initiatief? Ik vind het een heel goed initiatief. Heel leuk. Dus, met zo'n kapelaan moet dat gewoon goed gaan. Hè? Ja. Dus het is, ik vind het prima. En wie dat zeggen
maakt daarmee duidelijk dat ze uitkijken naar een ander vaderland. En ze hadden gewild, zouden ze naar een vroegere land. Evangelie volgens Lucas. Weet een van de kinderen nog een beetje waar het evangelie over ging? En dat doen wij met een speciale maaltijd. Je ziet hier achter een altaar. Eigenlijk een tafel, maar we hebben er voor vandaag een mooi altaar van gemaakt. En daar staan al twee dingen op. Wat hebben we nodig om samen de liefde van God en voor elkaar te vieren? Twee dingetjes. Het ene gaat in de beker. Dat mogen jullie nog niet drinken. Wijn, heel goed. Als jullie wat ouder zijn, mag je dat misschien leren drinken van mama en papa. Een klein slokje proberen, maar nu nog niet, denk ik. En we hebben naast wijn ook iets anders. Iets wat je bij de bakker haalt. Wat haal je normaal bij de bakker? Weet een van jullie dat? Brood. Brood. En inderdaad, hier staat gewoon brood. En gewoon wat wijn. Van de mis werden de kermisattracties persoonlijk gezegend door de kapelaan. Door deze zegening werd gebeden voor een veilige en gezellige kermisperiode. Van de mis? Wat ik van de mis vond. Nou, ik vond ze een beetje te lang. Het mocht wel een beetje korter. Hij was te lang? Ja. Oké, dat kan. Wat, hoe blij bent u met de nieuwe kapelaan? Oh, heel goed. Ja? Ja, heel goed. Ja. Mooi. Goed mee overweg. Goed zo. En wat gaat u verder nog doen vandaag? Lekker kachel zitten. Ja, ursus, lekker eten. En dan even dutten. Fijne dag nog. Ja, dankjewel. Terwijl de kapelaan met hulp van de vrijwilligers alle spullen in zijn auto ging inladen, werd hij er door de opmerkzame inwoners op gewezen dat hij per abuis toch echt niet alle attracties had gezegend. Hij was er een paar vergeten. Hierop besloot de kapelaan dan ook onmiddellijk om de vergeten attracties met grote zorg en aandacht te besprenkelen en zijn zegen uit te spreken voor een behouden kermis. Deze eerste kermismis mag als een geslaagd project de boeken in. De kapelaan uit Liemde kan zich verzekeren van een grote groep tevreden Liemdenaren. En als een ware BN'er stond hij na afloop de lokale pers enthousiast en vriendelijk te woord.